die onrust zo is ontstaan en dat men dat op dit moment met zo'n grote groep aan mij wil laten zien hier op het plein, ja, daar schrik ik wel van. Boze boeren trokken donderdagmiddag naar het gemeentehuis van Oude IJsselstreek in Gendringen om hun onvrede te uiten over de nieuwe landschapsvisie van de gemeente. De nieuwe visie was een schok voor de boeren die zich niet gehoord voelen door Oude IJsselstreek. Er is totaal geen overleg met ons geweest en dat steekt eigenlijk ons nog het meest. Dat er een visie ligt en dat er niet in gesprek is gegaan. Ik vind het jammer dat men dat zo zegt, want wij zijn wel degelijk met LTO, in ieder geval de afvaardiging van het LTO-bestuur, LTO Noord, in gesprek geweest. En dat men dan zich daar niet in herkent is jammer. In de visie wordt beschreven dat de gemeente graag meer groen in het buitengebied wil realiseren en dat de landbouw te gast moet zijn. Zo zijn op de grond van Diersen bomen geplant op een stuk dat zij nu gebruiken als landbouwgrond. Volgens de agrariër betekent dit een enorme waardedaling van hun grond. Ook al is het nog een visie, maar zo gauw die streepjes dat er in de toekomst wellicht mogelijk een keer bomen geplant zouden kunnen worden, daalt per direct, of het wel of niet uitkomt, maar per direct daalt die grondwaarde. En kunnen wij met ons boerderij, onze huiskavel, kunnen wij gewoon niet boeren. Volgens de wethouder wordt de soep niet zo heet gegeten als deze wordt opgediend en staat er nog niets vast. We zitten ook helemaal nog aan het begin van het proces. Hè? We hebben de conceptvisie nu neergelegd. We gaan daar met elkaar over in gesprek. En dat proces moeten we nog helemaal ingaan. Dus we zijn echt helemaal aan het begin. Ja, dus dat laatste wordt zeker nog niet over gesproken zijn. Diese heeft nog een advies voor de gemeente uit de grond van haar hart. Ga met de boeren praten. Alsjeblieft, ga met de boeren praten.